De Kanon van Zeeland, met deze week de televisietoren in Goes. Het medialandschap in Zeeland is zeer divers. Met een Zeeuwse krant die wortels heeft tot 250 jaar terug. En met een regionale en veel lokale omroepen. Toch kreeg Zeeland relatief laat televisie, pas in 1957, met de ingebruikname van de televisietoren van Goes. Ja, dat was echt een belangrijk moment op die 10e december 1957. 2 jaar was er aan die toren gebouwd. En eindelijk werd er op die knop gedrukt, 's middags op zo'n bijeenkomst voor genodigden. Vanaf dat moment was de televisietoren in gebruik. De genodigden zagen ook de bekende omroepster Hannie Lips, bekend van het zwaaien natuurlijk van later, opeens op het scherm verschijnen. En vanaf dat moment had ook Zeeland zijn eigen televisiezender. Zo werd dat echt gezien. Het is de vooruitgang. We horen er nu toch een beetje bij. De televisietoren van Goes is inclusief mast tegenwoordig 137 meter hoog en een eikpunt in het landschap van Zuid-Beveland. Hoewel vanuit Bussum al vanaf 1951 programma's werden uitgezonden en Zeeland dus pas 6 jaar later televisie kon kijken, is dit wel de oudste televisietoren van Nederland. Op het gebied van commerciële televisie had Zeeland ooit de landelijke primeur. Eind jaren 70 konden de inwoners van Sluis als een van de eerste in Nederland al via de kabel televisie kijken met een aantal commerciële kanalen. En daar zat het probleem. Den Haag, de politiek in Den Haag, wilde dat eigenlijk niet. Dus nou ja, uiteindelijk is dat ook allemaal een beetje verwaterd. Het was een beetje vergelijkbaar met de discussie die je zag toen RTL Veronique, het huidige RTL 4, kwam. Toen deed de politiek natuurlijk ook moeilijk van moeten we wel of geen commerciële televisie hebben. Het verschil was dat het toen in Sluis ging om buitenlandse commerciële televisie. En uiteindelijk heb je overal commerciële tv gekregen. Maar Sluis was absoluut een voorloper op dat gebied. In 1985 deelde de Zeeuwse overheid de eerste zendvergunningen uit voor lokale omroepen. Omroep Tole was in Zeeland de eerste die een vergunning kreeg. In eerste instantie ging het om radio-uitzendingen. Later kregen veel lokale omroepen ook een televisiekanaal. In 1990 kreeg Zeeland als laatste provincie in Nederland een eigen regionale zender. Dit is Omroep Zeeland. Om te beginnen mijn hartelijke felicitaties op deze eerste dag van het jaar naar de Omroep Zeeland, die nu als laatste in de rij van start. We zijn gelijk begonnen, 's nachts om 12 uur met onze eerste uitzending op 1 januari. Dat was het moment dat we mochten gaan uitzenden. Het was echt een uitzending die 25 jaar terug in de tijd gaat, moet ik zeggen. Want er speelde nog keurig een strijkje in de studio. Bijdragen duurde ellenlang. En ja, eigenlijk was die uitzending in geen enkel opzicht meer te vergelijken met de snelheid waarmee nu radio gemaakt wordt hier. Vanaf oktober 1997 verzorgde Omroep Zeeland ook televisieprogramma's. Het is vandaag feest in Oost-Soeburg, waar de studio's van Omroep Zeeland staan. We maken daarom een extra lang programma. Ja, eigenlijk wat we nu doen is in geen enkel opzicht meer te vergelijken met wat we toen deden. We hadden eerst een radioredactie, toen een televisieredactie, die naast elkaar en ook tegen elkaar werkte. Die is later samengevoegd, er is internet bijgekomen en nu zijn we, zoals dat heet, een keurige multimediale zender. Dus wij bedienen radio, televisie, internet, tekst-tv, teletext. Al het nieuws gaat naar die diverse kanalen en dat maakt het soms wel heel complex, maar ook heel erg dynamisch. Ja, begin je uit de afgelopen weken. Sinds 1992 heeft Zeeland ook een regionale, commerciële tv-zender. Begonnen als Maximaal TV en sinds 2011 CTV Zeeland. Ondanks de razendsnelle ontwikkelingen van de radio, televisie en internet zijn het natuurlijk relatief jonge media. Dit in tegenstelling tot de krant, die in Zeeland al eeuwenlang gelezen wordt. Tegenwoordig is de provinciale Zeeuwse Courant, de PZC, nog het enige echte Zeeuwse dagblad. Maar deze krant komt voort uit verschillende fusies van oude lokale en regionale kranten. De oudste daarvan, de Middelburgse Courant, was in 1758 zelfs de derde krant van Nederland. We tursen niet elke dag de last mee van al die titels die opgegaan zijn in de PZC. Want de PZC is al decennia lang een begrip en de toonaangevende krant in Zeeland.
Waar we nog wel bij stilstaan is de Zierikzeese Nieuwsbode. Want dat is de krant die het laatst aan toe is gevoegd. Hè. Dat is nog niet zo gek lang geleden. En dat realiseren we ons nog, dat die fusie heeft plaatsgevonden. De rest niet meer. Inhoudelijk staan we er over 10 jaar denk ik net zo in als nu. Wij willen signaleren wat belangrijk is voor de Zeeuw en wat er voor belangrijks gebeurt in Zeeland. En daar willen we verslag van doen. Dus dat is zo en dat blijft zo. Wat voor ons gaat veranderen is de techniek. We zijn jaren geleden begonnen met een website. We hebben apps. We doen tegenwoordig ook veel voor mobiel, omdat de jongste generatie een telefoontje vastgekleefd heeft aan de hand. Nou, daar proberen we op in te spelen. Dus de techniek verandert, maar de inhoud eigenlijk niet. De tv-toren van Goes, hoewel sinds 2007 een stukje korter dan voorheen, wordt nog steeds gebruikt. Radio, FM-radio, radio 1 tot en met 4, commerciële zenders, de regionale omroep, Omroep Zeeland komt er vandaan. Televisie ook, het bovenste stukje is de televisieantenne. Voor telefonie wordt die gebruikt, voor mobiele telefonie, maar er zijn ook nog wat verbindingen voor de analoge telefoonnetten. En tegenwoordig, ja, er is heel veel ruimte over, ze zoeken nieuwe bestemmingen. Er staan computers als een datacentrum, een soort ja, opslag in de cloud, ook echt letterlijk op hoogte dan. Daar worden die torens tegenwoordig en deze dus ook voor gebruikt. Of de PZC of Omroep Zeeland over 50 jaar nog in hun huidige vorm bestaan, is koffiedek kijken. Nieuwe media spelen een steeds grotere rol. Symbool voor de ontwikkelingen in het Zeeuwse medialandschap staat de televisietoren in Goes. Wil je meer weten over dit kanonvenster en zo de geschiedenis van Zeeland ontdekken en beleven? Kijk dan op www.zeeuwseankers.nl.